Oké, hallo jongens en welkom bij deze nieuwe thrifthaul. Ik was helemaal niet van plan om deze week een thrifthaul te gaan uploaden, want ik dacht ik ga niks vinden deze weekend. Maar ik heb echt veel meer gevonden dan ik dacht. Ik heb echt een bult met kleding. Dus ik dacht ik moet wel even een thrifthaul van maken, want anders is het zonde. En ik wil jullie wel graag showen. Ik kom net van school, ik heb net 2 toetsen gehad en ik heb de hele nacht eigenlijk nauwelijks geslapen. Dus als ik er moe uitzie, ja dat dus. Dit weekend ging ik naar een kringloop waar ik nog niet was geweest in Steenwijk. Ik heb trouwens verticaal gefilmd, want ik had niet verwacht dat ik zoveel hier zou vinden. En ik dacht ik ga gewoon een snel vlogje uploaden op mijn TikTok, maar ik ga ze nu toch gebruiken voor deze video, de beelden. Dus ja, ik ben nu aan het editen en ik zie er niet uit. Maar die verticale beelden gaan alleen op TikTok. Dus als je die wil zien, TikTok. We gingen dus naar Steenwijk. En ja, ik vond de kringloop eigenlijk helemaal niet chill. Het was echt tyfus heet daar. Ik weet niet of ik dat wel mag zeggen trouwens. Maar het was echt benauwd. Maar het was sowieso heel benauwd. Maar het was gewoon niet zo'n chille kringloop. Je weet wel, sommige kringlopen zijn gewoon prima en die zijn gewoon schoon en die zijn gewoon netjes. Maar deze was echt zo'n rommelige, die nogal stonk en echt er ook naar kringlopen. Ja, daar hou ik dus niet van. Maar ik heb toch verbazend veel kunnen vinden. Ik dacht echt, ik ga niks kunnen vinden hier. Maar het is toch nog gelukt. En vandaag ga ik jullie laten zien wat ik heb gevonden. Nou, als eerste is wat op mijn hoofd zit is een bandana. Ik had nog geen zwarte, dus ik dacht ik heb nog een zwarte nodig. Ik hou wel echt van bananas, ze staan me niet echt. Het staat nu alsof ik een piraat ben of zo, maar ik vond mijn outfit anders heel zwaar. Dan is dit jurkje, het is een gestreept jurkje. Het is niet echt mijn stijl eigenlijk, ik hou helemaal niet van streepjes. Deze stond me gewoon heel mooi, deze zat gewoon mooi om mijn lichaam. En ik vond hem wel handig voor de zomer. Ja. Dan heb ik dit rokje. Het is echt een miniskirt. Ze hadden echt veel miniskirts daar. Ik vond de kledingstijl daar niet zo leuk. Het was meestal echt uit de 80s en 70s kledingstijl. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn, maar gewoon echt foute 80s kledingstijl met van die foute kleuren. Waar ik dan weer niet zo van ben. Ik ben weer van de 90s en de zero's, maar dat hadden ze hier niet echt. Alleen ze hadden wel veel miniskirts en ik hou echt van miniskirts. Ik zou echt willen dat het weer een ding was, maar ik vond deze wel leuk. Alleen eerst kreeg ik hem helemaal niet aan, want hij past helemaal niet op mijn kont. Maar ik vond deze jeanskleuren gewoon zo schattig en deze raffel is ook leuk. Dus ik dacht als ik er nou een topje van ga maken, dit gaan sowieso mensen raar vinden. Maar hij stond wel leuk als topje. Als ik hem dan bij ging naaien, dan zou die wel leuk zijn. Alleen, ik weet niet, toen ik hem thuis ook nog weer aan had, paste die opeens wel met veel moeite. Maar ik ga nog even kijken wat ik mee ga doen, want ik vind het wel gewoon een schattige jeansstof. Next. Toen vond ik nog dit rokje. Deze is van Strawberry Milk. Ik weet niet of mensen als ik kijk kennen, maar deze is uit Korea. En eigenlijk is het geen rokje. Eigenlijk is het een skort. Ik geloof dat het zo heet. Met een broekje eronder. Alleen ik vond hem zo schattig. Ik ben niet echt van deze kleur. Ik draag echt bijna nooit rood. Ik hou het niet echt van rood bij mij. En het is ook niet echt mijn stijl. Maar ik vond deze wel schattig. Hij zat wel een beetje klein. Ik kreeg deze rit bijna niet omhoog. Maar ik wou hem gewoon passen. Misschien moet ik gewoon gaan afvallen. Nou ja, ik heb geen zin om af te vallen trouwens. Next. Toen heb ik ook nog dit witte rokje gevonden. Ik weet zeker dat mensen deze fout gaan vinden. Maar het is niet echt een tennisskirt. Want ik weet dat die nu weer helemaal in zijn. Maar ik wou altijd al een wit rokje, maar ik kon dat nooit vinden. En deze vond ik op zich wel leuk staan. En ik zocht al een lange tijd dus naar zo'n rokje. Gewoon met een leuk wit topje erboven of zo. Ik moet nog even kijken hoe ik hem ga stylen. Maar ik vond deze wel leuk. Alleen hij zat wel een beetje groot, dus misschien moet ik hem nog in gaan nemen. Maar hij is wel schattig. Toen had ik nog dit roze jurkje. Het is ook niet echt mijn stijl. Je ziet me hier niet zo heel snel in lopen. Maar ik hou wel van roze. En hij zat gewoon heel schattig. Voor de zomer is hij gewoon heel chill. Dus op zich, hij ziet er nu heel lelijk en uitgelubberd uit. Maar als ik hem aan heb, staat hij wel leuk. Ik word er alleen een beetje bleek van deze kleur. Maar hij staat wel echt schattig. Next is dit topje van de Primark. Hij is maat XL. Dus ik dacht van ja, ik vind deze stof zo leuk. En ik vind deze kleur ook heel leuk. Dus ik dacht als hij niet past, kan ik hem altijd nog innemen of de stof gebruiken. Maar toen ik hem aan had, vond ik hem eigenlijk best wel leuk zitten als oversized hemdje. Dus ik hoop dat hij straks ook nog leuk zit. Deze kleur gewoon leuk. Je ziet het nu niet op camera omdat hij overbelicht is. Maar it's cute. Als mijn wimpertje stort, ja hij zit los. Ik heb nieuwe wimpers nodig.
Het stoort mij ook. Alleen, dan ben ik weer 25 euro kwijt aan wimpers. En als je zomaar een BH-bandje ziet, ja, ik heb een nieuwe strapless BH nodig, want mijne past niet meer. Ik heb sowieso nieuwe BH's nodig, maar... Ik heb trouwens ook mijn bananen afgedaan, want ik had er geen zin meer in. Maar volgende is dit sjaaltje. Er staat Gucci op. Ik weet alleen niet of die echt is, want dat weet je niet echt bij de kringloop. Maar ik vond het op zich wel leuk. En ik dacht, als ik nou dit stuk ga gebruiken om iets mee te maken, ik weet nog niet wat. Maar ja, ik bedoel 1 euro of zo, boeien. Next one. Ik probeer deze video al 3 keer op te nemen, maar mijn mobiel kan het niet aan. Dus gaan we weer. Dit is mijn favoriete van de hele haul, denk ik, is mijn nieuwe blauwe jurkje. Eerst dacht ik van, what the fuck is deze vorm? Want ik bedoel, het is wel heel erg 2010 of zo, maar... Hij stond wel leuk en ik ben echt obsessief met blauw de laatste tijd. Ik krijg ook nieuwe schoenen binnen, als het goed is morgen. Dus ik ben er echt heel excited voor. En ik hoop dat deze een beetje daarmee matchen. Dan kan ik deze er daarbij aan voor op de foto of zo. Ik denk altijd in foto's, echt erg. Maar ik ben echt excited voor die. En ik hoop dat deze daar leuk bij staat. Volgende. Dat was alle kleding. En dan heb ik nu nog dit foute armbandje gekocht. Ja, deze kant draag ik niet echt. Eigenlijk draag ik hem op deze manier... Als het zo goed is, ja, met de gouden kant voor. Want dat vind ik leuker. Maar ik weet echt wel dat mensen vroeger wel deze armbandjes hebben gehad. Ik ook. Maar ik vind deze gewoon zo leuk. En ik zie altijd van die thrift hauls van mensen uit de USA. En die halen dan ook altijd van deze. En dan zijn ze heel vaak van babypet en zo. En dat zijn dan van die Ciro's brands. En ik ben er gewoon obsessief mee. Dus ik vind deze echt schattig. Hij rinkelt echt helemaal. En soms als ik me gewoon extra wil voelen... Nog extra dan ik al ben, dan doe ik deze op. Yo, dit vindt iedereen toch irritant, maar ik vind het gewoon leuk. Misschien ben ik ook gewoon mentaal gewoon nog een meisje van 9 hoor. Maar ik bedoel, ik hou van deze look. Oh ja, ik heb deze ook nieuw. Maar ik ga nu even niet afdoen, want anders krijg ik hem niet meer om. Maar deze is ook wel leuk. Lekker simpel. Ja. En dan heb ik nog ringen gehaald. Ik wou deze niet heel specifiek laten zien, maar... Ik heb dus deze roze. Dus een hartje. Ik weet niet hoe lang deze ringen goed gaan blijven. Want ze verkleuren nu al een beetje. Echt. Ja. Maar ik had gewoon meer ringen nodig. En ik heb deze ook nieuw. Deze. En deze. Ja, ik hou gewoon van veel ringen. En soms heb ik gewoon zin om mijn hele handen te vullen met ringen. Alleen, ik heb gewoon geen geld om... dure ringen te kopen. En ik koop altijd weer van die ringen die dan gaan verkleuren. En die ik dan weer weg doe na een paar maanden. Nou, dat was het allemaal. Ik heb trouwens ook nog dit tasje besteld. Hij is vintage en I'm very, very excited. Dus ik krijg nieuwe schoenen binnen. En een nieuw tasje. En ik heb er echt zin in. Dat wou ik gewoon even melden aan jullie. Want ik heb gewoon zin om hem binnen te krijgen. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ook al waren het best foute dingen en specifieke dingen die sommige mensen gewoon niet leuk gaan vinden. Maar jullie hoeven het niet te dragen. Ik draag het. Dus ja, dat. Nu moet ik heel deze video nog gaan editen. Ik moet nog A-video's gaan maken. En ik ga waarschijnlijk pas in de avond klaar zijn. Dus ik hoop dat die vanavond er wel op komt. En dat er ook een nieuwe TikTok op komt. Ik moet eigenlijk leren... Ik heb donderdag weer een toets en dan heb ik eindelijk vakantie. Ook al moet ik nog dingen inleveren. Boeit jullie waarschijnlijk niet dit allemaal, maar dat wil ik even zeggen. Als ik eindelijk vakantie heb, kan ik ook meer video's gaan maken. Kan ik ook meer kleding gaan verkopen. Maar ik heb het gewoon even druk op dit moment, dus nog een weekje wachten. Laat even een like achter als je het leuk vond. Ga even abonneren op me als je me leuk vindt. Ik ben zo awkward soms. Maar ja, dat dus. En ik hoop dat dit er vanavond op komt. Doei!